Douanevrouwen in de maritieme sector, certificering, zeevrachtvaarders en uiteraard de maritieme autoriteit Suriname MAS zelf zijn enkele organisaties die vandaag en morgen staan op de open dag van de maritieme sector. De toekomst ligt op het water en deze twee dagen moeten de bewustwording daaromtrent voeden. Onze redactie was aanwezig en maakte het volgende verslag. We staan vandaag hier bij de Maritieme Autoriteit Suriname, de MAS, waarbij er twee dagen maritieme open dagen worden georganiseerd. Ik ben Aranza Swedo en samen met camera-operator Cheyenne Gandino breng ik u dit verslag. Hoe belangrijk vindt u deze dag? Naar mijn inzichten vind ik deze dag heel belangrijk. Waarom? We kunnen dan aan de mensen zo'n beetje uitleggen welke verschillende diensten opereren binnen onze gemeenschap natuurlijk. En wat voor waarden ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze economie. Want als je bedenkt dat al onze goederen via het water ook binnenkomen en voor ons als organisatie het laden en lossen van containers, het is een belangrijke sector. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat wij ons ervan vergewissen dat dit een groeiende industrie gaat zijn voor Suriname, vooral met de opkomende activiteiten voor de kust. Dat betekent dat wij heel erg moeten werken aan de competentie, ook op maritiem gebied, zodat er zoveel mogelijk Surinamers straks aan het werk kunnen in deze sector. De maritieme opendagen staan in het teken van de maritieme gedenkdagen. Daphne Le Couvreur, hoofd marketing en communicatie van de Maritieme Autoriteit Suriname, zegt dat het belangrijk is om Suriname bekend te maken met de maritieme sector en de mogelijkheden die zij te bieden heeft. Daarom is er ook gekozen om te werken met verschillende scholen voor het bereiken van een groter publiek. Het stigma over de genderverdeling in de maritieme sector kan mede dankzij deze activiteiten ook worden weggewerkt. Want men denkt altijd maritieme sector, het is alleen maar voor mannen, maar er zijn zoveel beroepen die, waarvoor je kan kiezen in die maritieme sector. En nu hebben we ook die oil and gas die op gang komt. Die maritieme sector zal sowieso een heel belangrijke rol vervullen hierin. Dus wat wij proberen te doen met deze open dagen, we willen die hele keten bij elkaar brengen. Van die maritieme sector, als de studenten hier zo komen, krijgen ze alle nodige informatie. De bedrijven geven aan wat voor beroep je kan kiezen in hun branche. Leerlingen geven aan de open dagen belangrijk te vinden om meer kennis op te doen over de sector en de mogelijkheden voor werkgelegenheid. De jongeren hebben een boodschap voor hun leeftijdsgenoten. Ik vind het best wel belangrijk en dat je veel eruit kan leren. En voor die andere kinderen die zullen komen, dat jullie veel vragen moeten stellen over een bepaald onderwerp of zo. Dat alles wat je denkt dat je kan doen, je kan het doen. Je moet alleen in jezelf geloven. Het belang van de maritieme sector in Suriname. We hebben gesproken met enkele standhouders hierover. Tot zover dit verslag en ik hoop dat u er veel informatie aan heeft gehad.